Ik ben Joris, ik ben vader van dit gezin. Ik ben muziekacteur en ik speel graag hele leuke Rotterdamse avondliedjes. Ik ben Tjitske en ik zit op school. Ik ben Tessa, de moeder. En ik ben docent. En ik ben opa Niek. En ik heb altijd gevaren, mijn leven lang, vanaf mijn 14e jaar. Heb ik gevaren op sleepboten. Ik ken het wel. We weten het, ja. We gaan zo vaak mogelijk naar het Maritiem Museum. We gaan natuurlijk heel vaak samen, hè, met z'n allen. Maar tussendoor gaan zij ook nog wel eens. Hijste zeilen! Bananen! Ja, hier! Bananen! Zo, zijn jullie nou weer naar het Maritiem Museum geweest? En als je zoveel gevaren hebt als ik op die oude stoomsleep, je hebt een sleepschip varen bij de. Dat is de dockyard. En dat is zo'n mooi schip. Ik vind het heel erg leuk dat je altijd superleuke dingen kan doen. Ook voor mijn leeftijd en professor Plons natuurlijk. Ja, professor Plons natuurlijk. Dat is ook hartstikke leuk voor die kinderen. Eigenlijk vind je het allerleukste, pap. Ja. Ja. Ze hebben ook van die mooie verhalen van woonbootbewoners of cruiseschippassagiers. Wat ik zelf heel leuk vind, dat is dat je bij het Maritiem Museum dus in de Leuvenhaven op die schepen kunt. Die stoomslepers of die graanzuigers. Of rond Sinterklaas. Of de pakjesboot. Maar er zijn ook schepen bij waar ik om gevaren heb. Passagiersschepen, de Maas, dan de Rijn. Dan. Ik heb ook... En na afloop lekkere chocolademelk drinken in het restaurant. Met appeltaart. En slagroom. Ja, ik dacht eigenlijk dat ik nooit zoveel had met scheepvaart. Maar uiteindelijk blijkt dat er heel veel in ons leven toch dankzij de scheepvaart is. Ik bedoel, ons eten komt via het schip de haven binnen. Mijn auto rijdt dankzij de scheepvaart. En dat soort truitjes. Ja, die zijn ook aardig maritiem. En je kan natuurlijk veel dingen doen. En doen is altijd leuk, niet alleen voor kinderen. En kijk, als je in Rotterdam woont, dan groei je natuurlijk gewoon op met de haven. Het is niet alleen leuk, ze leert er ook nog iets van. Ja, het Maritiem Museum is gewoon het leukste museum wat er bestaat. En het is om de hoek. En ook als het niet om de hoek was, was het nog steeds het leukste museum van Nederland. Ja, zeer zeker voor mensen die zelf hebben gevaren. Moeten daar gewoon naartoe. Ja, en ook voor mensen die niet gevaren hebben. Moeten we niet weer eens gaan? Nu? Waarom niet?